typisch of weer. Ja. Bellen na 0900 0024. Nou, je blijft aan bellen, nee. Ja, zo. Storing weer. De ene keer is storing, de andere keer is die op. Dan staat erop, er moet weer gevuld worden of wat ook. Dit is gewoon schandalig. Je moet toch een mogelijkheid hebben om aan geld te komen in een dorp? Van Dijk heeft sinds de sluiting van de Rabobank pinautomaat nog maar één pinautomaat over. En die is vaak leeg of buiten gebruik. Ja, waar haal ik nou geld? Ja, dan moet ik met de bus moet ik bijvoorbeeld naar boven Kaspel of wat ook om geld te halen. Nou, dat is toch belachelijk. In heel Noord-Holland zijn het afgelopen jaar naar schatting zo'n 70 pinautomaten verdwenen. Vooral voor ouderen is het een probleem. Ik vind het heel erg voor mensen die hier vandaan 4 kilometer vandaan hier naartoe moeten. En als ze dan hier aankomen en de pinautomaat is leeg, dan hebben ze 4 kilometer voor niks hebben ze gereden. Dat vind ik heel lastig. Ik ga nu in de winkel en dan vraag ik om 100 euro extra als ik afrekenen moet. Want ik kan niet verder komen. Die Rabo die had ze nooit weg moeten halen. Blijven wat op dorp is en laten blijven. Inwoners kunnen nog wel terecht bij ondernemers in het dorp voor contant geld. Maar ook zij zijn hier niet blij mee. Nou ja, we zijn onze klanten natuurlijk graag ter wille. Maar handelingen als geld opnemen zonder aankopen, daar zitten wij natuurlijk ook niet echt op te wachten. Ik sta hier ook mijn boterham te verdienen. Een oplossing voor de lege pinautomaat is volgens de inwoners niet zo heel ingewikkeld. Ze moeten er gewoon meer indouwen. Gewoon klaar. In plaats van 50.000 moeten ze er 100.000 indouwen. En dan is je niet leeg. Dus ABN, bank, doen jullie best eventjes voor Van Dijk. Het onderwerp staat op de agenda van de gemeente Medemblik.